Welkom bij Daily Canada, deze keer vanaf de Panoka Stampede. De Stampede betekent letterlijk een op hol geslagen kudde. Maar wat is dat nu, een Stampede? Een Stampede is een rodeofestival wat meestal een aantal dagen duurt. Het Wild West Cowboy imago wordt daarbij getoond. Naast rodeowedstrijden met verschillende onderdelen worden er ook shows, concerten, chuck wagon races en andere tentoonstellingen gehouden. Ook de lokale indianenstammen zijn er te vinden. Er zijn zelfs loterijen waarbij iemand wel 40 stuks jongvee kan winnen. Heb je daar geen plek voor? Dan neem je toch gewoon genoegen met $70.000. De Panoka Stampede wordt meestal gehouden in de laatste week van juni, net voor de grote Calgary Stampede. Als je een kaartje koopt, is het handig om vooraf even te kijken wat je graag wilt zien. Koop je een kaartje voor een rodeowedstrijd, dan zul je een hele middag of avond vermaakt worden met allerlei shows. Je kunt denken aan barrel racing, waarbij de cowgirls zo snel mogelijk met hun paard om 3 olievaten moeten racen. Maar ook bullriding, waarbij de cowboy 8 seconden op een stier moet blijven zitten. Roping, waarbij 1 cowboy een kalf moet vangen met een lasso. Of waarbij 2 cowboys samen een kalf moeten vangen. Eén gooit de lasso over de horens en de andere over de achterpoten. Ook komt er vaak een special guest met iets bijzonders. Wat wij zelf een keer gezien hebben, was dat kinderen naar de arena geroepen werden en in 1 minuut tijd $100 bills moesten scoren. Er lagen dus 100 briefjes van $1 in de arena tussen het zand. Al met al een hele beleving om eens mee te maken. Er zijn ook een aantal mensen die een rodeo of een stampede niks vinden en erop tegen zijn. De dieren zouden volgens hen mishandeld worden. Nu is het echter zo dat een stier dus geen touw om zijn ballen krijgt, maar om zijn lies. En die zit helemaal niet strak. Het feit dat er iemand op zijn rug zit en er iets om zijn lies zit, maakt dat hij gaat bokken. Daarnaast moet je natuurlijk niet vergeten dat in deze gebieden nog echt cowboys bestaan die op een ranch met paarden werken en op een groot stuk land dus ook echt een kalf moeten vangen met een lasso. Al met al wordt er respectvol met de dieren omgegaan. Het is immers een stukje cultuur van het Amerikaanse continent. Ondertussen zie je op de video het jongvee, oftewel een waarde van $70.000. Zoals je ziet, ziet het jongvee er keurig uit en worden ze gewoon heerlijk losgelaten en niet echt super opgejaagd. Wat we hier zien is het schieten. Zonder handen op het paard, ballonnetjes kapot schieten. Dit is echt vakmanschap. We zien hier een barrel race. Een cowgirl gekleed in een spijkerbroek, een leuk bloesje, cowboylaarzen en natuurlijk niet te vergeten een hoed. Die moet zo snel mogelijk langs 3 olievaten. De barrels. En daarna vol gas terug naar de finishlijn. Dit gaat echt om millisecondes. Wat we hier zien is bullriding. Een cowboy met een beschermd harnas voor zijn ruggenwervel en een helm probeert 8 seconden te blijven zitten op een stier. De jongens eromheen die leiden de stier af zodat de afgevallen cowboy veilig weg kan komen. Dit gaat niet altijd zachtzinnig, meestal heeft de cowboy wel pijn. Maar dat is een keuze. Vervolgens zien we hier wilde paarden rijden. Dit zijn jonge wilde paarden die nog nooit een zadel op gehad hebben. Het is de bedoeling dat teams van 3 personen het paard rustig krijgen, het zadel erop doen en dat degene, een van de 3 teamleden, erop gaat zitten en wegrijdt. Het zorgt voor hilarische plaatjes, zoals deze cowboy. Die geeft niet op. Laat niet los en gaat vervolgens nog een keer. 1, 2, hoppa! Het paard wint. Leuk dat je keek. Wil je meer weten? Laat een bericht achter onder deze video.